Hallo bodyhackers, hoe is het met jullie? Ik ben Patrick Savalle van het YouTube channel Bodyhacker PTRCK en vandaag geen bodyhack in de vorm van een oefening, maar vandaag eigenlijk meer een lifehack hoe je griepgolven kan overleven. En dan bedoel ik gewoon griep in het algemeen, de seizoensgriep, pandemische griepjes, alles. Wat kunnen we daaraan doen? Ik heb een lijstje opgesteld en ik zal het zo kort mogelijk proberen te houden, want we willen meteen beginnen met gezond worden. Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat je gezond gaat eten, goed gaat slapen en stressvrij gaat leven. Ik weet het, deze hele aflevering wordt een feest der herkenning, of eigenlijk een opsomming van trivialiteiten. Maar het belangrijkste wat jij kunt doen om griepgolven te overleven, is gezond eten, goed slapen, stressvrij leven. En dat heeft natuurlijk mee te maken met de weerbaarheid van je lichaam. Je immuunsysteem is dan optimaal. Gezond eten. Er zijn natuurlijk 1001 theorieën over. Als je het aan mij zou vragen, zo ongeraffineerd mogelijk, verdiep je eens in paleo-dieet. Zo ongeraffineerd mogelijk eten, in zo min mogelijk bewerkingen. Dus ik eet liever roomboter dan halvarine. Ik eet liever zeezout dan keukenzout, enzovoort, enzovoort. Voldoende vetten. Ga niet overdrijven met de eiwitten. Ga niet overdrijven met de koolhydraten. Ga maar uitzoeken wat voor jou werkt. Goed slapen is een kunst op zich. Vooral voor topsporters is slapen misschien wel het geheim van topsport. En stress is een killer. Ik heb ooit een keer zoveel stress gehad. Ik ben nu 91 kilo. Ik geef het toe, is wat te zwaar. Ik word wat spekkerig. Ik ben 91 kilo. Ik heb niet zo lang geleden onder de 80 kilo gewogen, omdat ik helemaal kapot ging van de stress. Ik kreeg zenuwontstekingen, mijn haar, ik weet het klinkt raar, mijn haar werd in een paar maanden grijs. Stress is een killer. Als je die kan vermijden, dan ben je al 50% op weg naar het overleven van elke griepgolf. Ik kan het weten, ik ben nog nooit gevaccineerd. Ik loop in alle jungles op aarde rond. Ik heb in de gangers gestaan met mijn blote benen tot aan me. Ik heb in Nigeria gewoond. Ik heb nog nooit medicatie genomen. Ik word nooit ziek. Volgende. Huisluchten. Huisluchten en veel buiten zijn. De open lucht, gezonde, frisse lucht en zonlicht zijn natuurlijke desinfectanten. En dat weten we al sinds de Spaanse griep. Toen werden patiënten ook buiten verpleegd. Hadden veel betere overlevingskans. Zet elke dag eventjes alle ramen open, lucht je huis uit, zorg dat je vaak buiten bent. Bovendien word je vrolijk van de zon, vrolijk zijn verlaagt je stressniveau, krijg je weer een beter immuunsysteem voor. Als er geen zon is, en dit is misschien wel de reden, zeggen wetenschappers, niet allemaal hè, je weet hoe dat werkt in de wetenschap, je kan net zoveel onderzoeken vinden die zeggen dat het niet werkt als onderzoeken die dat het wel werkt. Daarom vertrouw ik liever op gezond verstand. En je weet wat oma vroeger zei, als de R in de maand is, neem je levertraan. Waarom is dat? Grieppandemieën, of eigenlijk epidemieën, de seizoensgriep, zouden wel eens kunnen komen doordat wij in de winter door het ontbreken van zonlicht heel erg weinig vitamine D aanmaken in ons lichaam. Veel mensen, zeker oudere mensen, zijn vitamine D deficiënt in de winter. En dat verlaagt je weerstand. Zou er zomaar de reden van kunnen zijn dat die griepgolven er überhaupt zijn? Hoe kan je dat oplossen als er geen zon is? Dat is natuurlijk door het juiste voedsel te eten. Voedsel met veel vitamine D erin, over het algemeen vettige voedsels. Hè? Vis, vette vis bijvoorbeeld, vandaar levertraan. Je kan ook supplementeren. Die kleine van mij die krijgt levertraan. Dat doen we 's avonds, voordat hij naar slapen gaat. Dat hij, als hij naar school moet en hij krijgt het, dan stinkt hij nog uit zijn bakkes van de levertraan. Dus voordat hij naar bed gaat. Levertraan. Je kan ook vitamine D3 kopen. Die gebruik ik. De multivitamine lijkt mij wat te laag gedoseerd. Maar wie ben ik? Ik neem 4000 IU. Verdraag ik prima. In principe is dat voldoende en zou dat moeten compenseren wat je aan zonlicht tekort komt. 15 minuten zon is in principe al voldoende. Voor een goede dosis, een vergelijkbare dosis vitamine D. Mocht je nog meer willen supplementeren, zou voor de hand liggen om vitamine A te nemen. En vitamine C, ik heb hem hier, ik gebruik hem voor andere doeleinden. Andere aflevering gaan vermaken, ik gebruik het wel elke dag ongeveer 2 gram.
kan je in principe hoog gedoseerd gebruiken. Gaat geen problemen geven. Maar normaal gesproken zou dat gewoon in je voeding moeten zitten. De vitamine D, die zou ik nemen omdat het zonlicht ontbreekt. De andere is natuurlijk hygiëne. Je moet zorgen voor voldoende, maar niet te veel hygiëne. Het is natuurlijk geen slecht idee om in tijden van griepgolven een beetje uit de buurt te blijven bij mensen. Mensen niet allemaal een hand te geven. Als je binnenkomt thuis je schoenen uit te trekken en voordat je het huis binnenloopt of überhaupt iets aanraakt even je handen te desinfecteren, dat is geen slecht idee. Maar als jij in een te hygiënische omgeving rondloopt, zeker als je opgroeit, er bestaat zoiets als de hygiënehypothese. En die stelt dat jouw immuunsysteem wat adaptief is, wat zichzelf aanpast op infecties die het meemaakt en daardoor sterker wordt. Als je dat niet voldoende traint, word je later een ziekelijk mens. Vaak ziek. Het blijkt ook gewoon zo dat kinderen die op de boerderijen opgroeien, hebben over het algemeen een beter immuunsysteem dan kinderen die heel hygiënisch en steriel thuis opgroeien. Doe dat dus niet. Je hebt dus een minimum aan hygiëne nodig. Net zoveel dat je niet echt ziek wordt, maar niet te veel. Dan, waar word je dan echt ziek van als je griep krijgt? Meestal niet van het virus zelf. Influenza, corona, adeno, weet ik wat er allemaal. Er zit een hele mix aan virussen in de seizoensgriepsmix. Meestal ben je al ziek. Dat noem je cofactoren. En mensen die sterven aan het virus, daar is vaak sprake van comorbiditeit. Er waren andere factoren die bijdroegen aan die sterfte. En de top cofactoren, heb ik even opgezocht, zijn diabetes en hart- en vaatziekten. Het is dus heel slim om te zorgen dat je geen diabetes en hart- en vaatziekten hebt. En daar hadden we het in het eerste punt al over. Gezond eten, goed slapen, stressvrij leven. Mocht je diabetes hebben, die is er in twee varianten, de genetische diabetes 1 en de verkregen diabetes 2. Heb je diabetes 2, dat is in heel veel gevallen op te lossen. Dat heeft gewoon met je voeding te maken. Ga naar Stichting Voeding Leeft. Stichting Voeding Leeft en die kunnen jou repareren. En begin. De clue is in het vermijden van suikers en het eten van het over algemeen weer dat paleo-dieet. Dat paleo-dieet, naar mijn mening, is een van de gezondste diëten die er zijn. Heb je diabetes 2, heb je dus een verhoogde kans op sterfte tijdens griep. Zorg dat je van die diabetes afkomt. Bel Stichting Voeding Leeft. Zij kunnen je helpen. Cardiovasculaire problemen? Ga trainen. Kom in beweging. Ga trainen. Zorg ook niet dat je te dik bent. Obesitas is ook een van die cofactoren. Zorg dat je gezond bent als je griep wil overleven. Ten slotte, controversieel, maar daar hou ik wel van. Blijf uit de buurt van mensen die net een griepvaccinatie hebben gehad. Ik zal het onderzoek in de bovenhoek erbij zetten. Mensen die griepvaccinaties hebben gehad zijn 6 maal meer besmettelijk dan mensen die dat niet hebben gehad. Die ademen in hun aerosolen, in hun adem, meer virussen uit dan mensen die niet gevaccineerd zijn. Je kan je voorstellen dat als jij in een kantoorronde of een ziekenhuisronde allemaal tegelijk zo'n griepvaccin gaat halen, wat ook heel vaak niet werkt, omdat ze de verkeerde mix hebben gekozen, de verkeerde griep hebben gekozen, waarvoor ze dat vaccin uitdelen van tevoren. Maar je kan je voorstellen dat als je in zo'n ziekenhuis of op je werk allemaal tegelijkertijd gaat vaccineren, dat is een soort man-made kantoorepidemie. Iedereen is besmettelijk op dat moment. Dit principe is trouwens algemeen. Virale vaccins worden vaak gemaakt op basis van een verzwakt, een minder actief gemaakte versie van het echte virus. Dus met het genetische materiaal van het virus er nog in. Vaak is dat RNA bij influenza en bij corona. Adeno's en RNA-virussen. Mazelen. Die vaccinaties maken mensen besmettelijk. Wordt natuurlijk ontkend. Word ik nu natuurlijk ook voor antivaxxer uitgemaakt. Maar het is natuurlijk heel logisch. Een vaccin is een kunstmatige infectie.
om jouw immuunsysteem te trainen. En als dit is gemaakt op basis van het daadwerkelijke virus, zoals influenza, mazelen en misschien straks ook het coronavaccin, dan word je daar licht besmettelijk van. Heb je een griepvaccin gekregen? Blijf lekker een dagje thuis. Ga mij niet op kantoor lopen besmetten. Tot zover. Heel praktisch. Hoe blijf je gezond? En dan gaan we binnenkort weer lekker trainen. Want dat is de basis van alle gezondheid. Daar raak je je stress kwijt. Daar kan je je botten sterk maken. Je spieren sterk maken. Je immuunsysteem. Alles komt weer goed als je gaat trainen. Ik ga nog een pilletje vitamine 3 nemen. 4000 IU. 2000 is ook goed. 2000 milligram vitamine C. 4000 kan ook nog. Wordt veel. Doe ik in de dikke duim. Ik zie jullie volgende keer weer.